Hi guys, Jurjan hier van Survivor & Coaches. Welke van deze drie uitvoeringen was nou de correcte? Even een kort filmpje naar aanleiding van wat reacties die we kregen op de uitvoering van de hindernis in Coach Tille. Als wedstrijdatleet zoek je de grens op om zo snel mogelijk door de hindernis te vliegen. Zo pak je boswaard soms bij lage swing over, sla je af en toe een triangel over als je in een triangel zit en laat je je vallen uit hindernissen zonder het uitklimtouw te gebruiken. De uitvoering van deze hindernis was niet netjes. Maar zeker ook niet disrespectvol bedoeld naar de jury en de wedstrijdorganisatie. Mijn excuses hiervoor als het wel zo overkwam. Nou, zo zou je de hindernis wel moeten uitvoeren. Je kan of een voetklem zetten in het inklimtouw en zo naar de aanhang gaan, of je pakt je inklimtouw vast en springt naar de apenhang. Belangrijk is wel dat je voet niet voorbij het inklimtouw komt. Door middel van dit filmpje willen we bewustzijn creëren bij alle atleten. Natuurlijk is het belangrijk door zo snel mogelijk door de hindernis te vliegen. Maar let hier goed bij op dat je niet over de grens gaat. Respecteer die grenzen en houd de sport mooi. Yo guys, zoals Jurjan al aangaf, als atleet zoek je vaak de grens op in een wedstrijd. Want je wil toch net even die extra paar seconden per hindernis pakken. Maar wat we soms vergeten is dat die grenzen zijn aangegeven door de organisatie en dat er vrijwilligers zijn om die grenzen te bewaken. Maar die vrijwilligers komen niet altijd uit de sport. Dus die zitten er niet zo diep in als wij. Nou, wat ik jullie ook wil vragen is om die vrijwilligers te respecteren. Omdat ze daar in hun vrije tijd staan. En ze staan er allemaal om te zorgen dat wij een fantastisch mooi evenement hebben. Dus ga ook absoluut nooit in discussie met een vrijwilliger. Hey, nog even terugkomend op een filmpje van mij wat een tijdje geleden online kwam van de kniepen. Hierin ook een perfect voorbeeld waarin ik een hindernis gewoon niet goed neem. Maar zoals vele atleten weten, soms zit je tijdens een wedstrijd zo in de tunnelvisie dat je gewoon geen idee meer hebt wat er om je heen gebeurt. En in dit geval was ik oprecht niet bewust van de fout die ik maakte tijdens de wedstrijd. Namelijk, ik ging over de balk heen terwijl ik er onderdoor moest. Ik had de vrijwilliger niet gehoord. Natuurlijk wil ik hier ook mee aangeven dat het niet disrespectvol was richting vrijwilligers of organisatie. Maar ja, wat is nu wel de manier om hiermee verder te gaan? Atleten moeten er bewust van zijn dat we de sport mooi willen houden. Dat we een hindernis, die wil je toch eigenlijk ook niet zo klimmen zoals we net voordelen, in het slechte geval. Maar je wil wel zo snel mogelijk die hindernissen pakken. Je wil wel die grenzen opzoeken. Maar je moet er niet overheen gaan. Misschien moeten we hier als sport, als bond wel iets van vinden. Nou, gelukkig is er een wedstrijdcommissie die druk bezig is met dit soort kwesties. Als jij nou denkt, ik wil me daarbij inzetten om te zorgen dat we hier een lijn intrekken als bond. Om te zorgen dat het in de toekomst gewoon duidelijk is dat alle atleten op dezelfde manier de hindernis kunnen nemen. Zorg dan dat je je aanmeldt voor de wedstrijdcommissie. Zodat je jouw energie en jouw mening via die commissie ook in de praktijk kan brengen. Desalniettemin zijn we heel benieuwd naar jouw mening. Ik hoop dat we hiermee duidelijk hebben gemaakt dat we absoluut geen voorstander zijn van de kantjes eraf lopen tijdens wedstrijden. En dat we willen dat de sport gewoon mooi, netjes blijft terwijl het groeit. Maar laat eens even jouw mening weten in de reactie hieronder. En als je het nog niet gedaan hebt, zorg dat je abonneert op ons kanaal. Zodat je geen filmpjes mist in de toekomst. We zitten ook op Instagram tegenwoordig, daar posten we een heleboel op. Dus like ons ook even op dat social media platform. Want niet alles wat op YouTube komt, nee, niet alles wat op Instagram komt, komt op YouTube. We zien jullie de volgende keer. Denk erom binnenkort een heleboel nieuwe techniekfilmpjes. Dus is er nog een techniek die je nog niet gezien hebt van ons, laat het even weten. En dan maken we daar een filmpje van. We zien jullie de volgende keer. Later.